gooi maar even van neer. Dat je niet struikelt hier, hè? Want je breekt je nek. En hoe gaat het hier? Voor mij gaat het goed. Ja? Ik doe mijn best. We moeten eens kijken wat die jongens allemaal doen. De riolering zit er al in. En duggen stoken we naar het hoofdgedeelte. Ja, we gaan nu gaan we plastic onderleggen. Ja? Dan gaan we de netten erop leggen. En dan komt de loodgieter, die doet er de waterleiding nog bovenop die net leggen. Want die wil bewust het koud en het warm water in deze vloer hebben liggen. Ja, dan heb je straks in de volgende vloer, met de vloerverwarming, nooit dat jouw warm water en het koud water dat je daarin kunt zetten. Dus die houden we bewust gescheiden dat die in deze vloer komt. Dat worden nieuwe gezijnen, dus die hebben niks meer met het oude geheel te maken. We maken duidelijk verschil tussen het nieuwe werk en het oude werk. Gewoon moderne gezijnen. Ja, dat worden gewoon moderne gezijnen. Ja. Ja, dus we gekozen dus het oude oud te laten en het nieuw, dat iedereen die binnenloopt gewoon kan zien, oh dat is nieuw. En dat is oud. Ja, kijk, die strooipoppen hebben we over. Die hebben we ook weer bij de wc eronder gedaan, onderpannen. Dat dak van onderaf helemaal tot boven, allemaal hetzelfde, ook met die nieuwe strooipoppen. Oké. Okay. Ja. Wij gaan deze banden gewoon op hoogte zetten. En daar moet precies waterpas in, want dan komt dadelijk de rest en de helm en de gevel verder overin. Dan wordt er lood hier overheen gelegd. Ja? En dan beginnen we met het houten framewerk. Dus het water wat er dan komt, gaat dan via het lood zo naar buiten. En straks krijg je de grondslag, wordt dan ongeveer zo groot. Dan krijg je de grondslag zitten. Dus dan krijg je eerst een stukje band te zien en dan krijg je het framewerk. Oké, dus die onderste stenen die komen in de grond? Die zitten in de grond. Je krijgt daar regelwerk er bovenop staan. Isolatie er tegenaan. En dan krijgen we naar de rand, dan komen er nog platen tegenaan. De folie komt er tegenaan. En dan sluiten we hem een keer met een smee van het laatste. En dan komen redzeder planken eromheen. En daar zijn ze nog even mee bezig, waar ze doen, precies mee doen. Ah ja, dus dan wordt het dus een houten hokje lijkt. Ja, look alike. Okay. Helemaal.